Hallo mensen, hier ben ik weer op Hollandcraft met een nieuwe aflevering van Skywars. Dus ja, laten we beginnen. Misschien hoor je het al, maar ik heb vandaag een nieuwe microfoon gekocht. En hopelijk is de geluidskwaliteit nu veel beter. Want ja, die oude microfoon die ik had, daar hoorde je heel erg als ik adem door. Want nu als ik adem hoor je gewoon dit. Maar bij mijn oude microfoon hoorde je ongeveer dat. En ja, dat was heel vervelend. Maar dat is als het goed is nu opgelost, of in ieder geval veel minder. En dus dat is wel goed. Dit is een Trust Stars microfoon. En ja. Die heb ik vandaag gekocht bij de Saturn. Kost een tientje of zo. En ik heb even wat korte soundchecks gedaan. En tot nu toe klonk alles wel goed. Dus ja. Ik hoop dat jullie het ook goed vinden. En anders heb je weer pech. Haha. Nee, grapje. Eigenlijk wel. En maar dus laat even in de reactie weten wat je ervan vindt van de kwaliteit. Wow, dat is snel. Dat is snel toegaan. Oh, teamers. Ga ik met de teamers vechten? Tuurlijk ga ik dat. Boog. Dus zo. Dit is al de derde keer dat ik dit opneem trouwens. De eerste keer, toen heb ik ongeveer 20 minuten zitten recorden. En toen kwam ik erachter dat ik voor Fraps verkeerd had ingesteld. Waardoor ik niet te horen was. Ik had microfoon opnemen uitgezet. En dus toen moest ik dus. Daar heb ik 20 minuten ongeveer tegen mezelf zitten praten dus. En daarom wordt deze episode ook niet zo lang. Ik gok 10 minuutjes of zoiets. Ligt eraan hoe het potje uitkomt. En maar in de tweede keer kwam mijn moeder binnen trouwens. Dus dat was waarom de tweede keer niet doorging. Maar voor de rest geen groot probleem of zo. Oké. Nee. Denk het. Maar ik heb niet veel tijd meer over dus, want ik moet ook nog heel veel eten en ga ik zo slapen dus. Daarom duurt het potje niet zo lang. Deze aflevering bedoel ik. En het spijt me daarvoor, maar het is vooral ook als een test dus. En het is beter dan niks in ieder geval. Dus ja, laat het tweede potje doen. Waar gaat de chat over? Kan niet volgen. Zo. Laat als van die noobs doen. Doen mensen altijd. Ik vind dat zo dom dat mensen dat doen. Dus nou, dat doe ik nu ook. Ik weet ook niet waarom. Normaal zeg ik dat trouwens echt nooit in een video. Of voor een video of wat dan ook. Zo. Ik zat trouwens even wat reviews te kijken gewoon op internet van deze microfoon. Daar hoorde ik heel veel mensen van ja, je hebt heel veel achtergrondruis en dit en dat. Maar ik vind het zelf wel meevallen. Ik heb even snel voor teruggeluisterd, nog niet heel veel. En mensen zeiden van ja, je moet echt heel dichtbij zitten. Je moet je mond echt bijna in de microfoon houden. Maar dat valt allemaal hartstikke mee. Dus als je nog een goede microfoon zoekt, ik zou de Trust Stars zeker aanraden. Voor een tientje bij de Saturn. En ja, dit is hoe het geluid klinkt. Oké, boog.
Oké, ik heb geen boog. Oké. Oké, dan maar zo. Oh, wie is dat? Oh, daar vandaan. Misschien is het trouwens ook wel handig om de rest van mijn armor aan te trekken. En beter zwaarte moldbar te doen. Auw. Niet doen. Doet pijn. En ik hou niet van pijn. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar. Oké, zo, zo. Yes, dat is weer eentje minder. En het komt eigenlijk. Oh. Het komt eigenlijk ook wel een beetje goed uit dat de vorige recording sessions niet goed gingen. Want ja, ik verloor telkens en ik ging niet echt heel goed ofzo. Wat? Oh, ik heb gewonnen. Mensen gingen ineens allemaal dood. Oké. Nou, ja, dat was geluk. Ga nog wel even snel een potje doen. Het laatste potje voor vandaag. Nogmaals, sorry dat de aflevering zo kort is. Maar ik heb al uitgelegd waarom. Trouwens, zal ik even clouds uitzetten? Controls. Nee, niet controls. Video settings, daar. Dan clouds off. Dan aan. Back to game. Kan je even wat meer zien. Oh, nice. Redelijk armor in ieder geval. Genoeg golden apples. Even wat stuff die je niet nodig hebt in de void gooien. Oh, ik gooi het niet eens net daar op het randje of zo. Laten we een boog craften. Wat zullen we gaan doen? Ik denk, laten we naar hem toe bouwen. Want hij doet agressief. Oh, hij verspeelt even al zijn snowballs, zo te zien. Sommige mensen denken echt dat snowballs damage doen. Maar dat doen ze niet. Dus ja. Dat is ook waarom je nooit snowballs op mensen moet gooien als ze gewoon veilig op de eiland staan. Ze kunnen alleen handig zijn om mensen naar beneden te schieten ergens. Als ze niet veilig aan het toweren zijn. Of niet veilig brug aan het bouwen zijn. Ik weet niet of er ook echt een naam is, zoals bij toweren. Oké, ik heb een X. Mooi. Niet de snelste, maar beter dan gewoon normaal hakken. Zo. Zo. Oké. Laten we kijken waar die is. Als die nog wel leeft, überhaupt. Ik had niet gekeken wat zijn username was. Er ligt geen stuff in ieder geval.
Oh nice, hij had nog wel heel veel arrows over. En 21 diamonds? Hoe de fuck komt die gast in 21 diamonds? 21 diamonds, dat zijn echt veel diamonds. Daar ga ik even full diamond van maken. En diamond sword. Zo. En zo. Een diamond sword moesten nog maken. Zo, deze voor ons hotbar. Als we een obsidian hadden, kon een enchanting table maken. Maar. Had die gast nou zo'n gold apple? Yep, hij heeft een gold apple verspeeld. Deze brug afmaken. Zo. Waar zou ik heen gaan? Ik ben als ik die kant ga dat ik er door hem word afgeschoten ofzo. Dus. Beetje druk, het oefenen is vaak al goed. Ook al verspil ik er wel arrows mee, maar ik heb genoeg arrows. Dus maakt niet zoveel uit. Oh, terugschieten. Ja, wat kan ik nu het beste gaan doen? Ik heb een iron axe, laat ik maar het hout gaan hakken. Oh, hij schoot terug, maar deed bijna geen damage. Zo, 42 wood, is dat genoeg om naar het midden te komen? Nee. Nou ja, niet veilig. Denk ik. Misschien wel. Oké, even wat eten. Laten we nog maar even arrows verspillen. Maak wel even een muurtje wat even veilig kunnen staan als het nodig is. Die gast schiet wel snel. Oké, okay, nu is die afgeleid. Nu kunnen we wel het stukje bouwen. Deze kant is het belangrijkste, want die kant is toch niemand. Oké, okay, laten we terug gaan. Even kijken. Volgens mij doen we nu. Gaan we nu al lekker. Hij is nog even wat arrows aan het verspillen. Goed hoor. Oh. Trouwens, dit potje duurt langer dan het duurt. Dus de video is alsnog wel een redelijke lengte. Nou, ik weet niet of die dan nog vanavond online komt. Als deze video 10-9 online is, dan is dat nog vanavond dus, voor mij. En anders dan is die later online gekomen. Dus ik weet nog niet wanneer ik ga uploaden. Misschien dat ik zo meteen nog eventjes de tijd nemen om...
editen. Maar misschien ga ik zo meteen gewoon lekker maffen en zie ik later wel. Yes, dat was hem. Oh, die gast daar ook. Nee, zwemt hij super snel. Yes. Oh, wacht, hij had nog overleefd. Hoeveel ze hebben nog 43. Oké, mooi. Zo. Wat we nu kunnen doen, als we wat blocks hebben. Kunnen we naar het ding van hem toe gaan. En wat we dan doen is, we sluiten het water gewoon af zodat het water langzaam wegstroomt. En ja, dan kan hij eigenlijk helemaal niks meer. Dan zit hij als een rat in de val. Zoals die uitdrukking het zo mooi zegt. Eigenlijk valt het mee hoe mooi die uitdrukking het zegt. Dit moeten we winnen. Ja. Ja. Oké, en nu kan hij niks meer. Wacht, gaat hij daar. Oh ja, heeft gehaald. Wat gaan we doen? Nou, laten we hem eerst nog even pesten met wat lava. Doe zo. Oh, hij zegt al GG. Oh ja, dat water stroomt veel te snel weg daarvoor. Gaat hij het proberen daartoe? Ja, en haalt hij. Hoe gaan we dit doen? Ik wil altijd echt dat het water blijft stromen. Vind ik wel grappig. Ik wil hem wel een kans geven, zeg maar. Dat is niet wat ik wilde. GG, good game. Voor de mensen die niet wisten wat GG betekent. Daar nam ik echt veel te veel risico. Ik ren en ineens dacht ik, oh shit, dat is niet verbonden. Maar yes, ik heb gewonnen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een reactie achter te laten met wat je vond van het geluid. Vergeet niet een like achter te laten als je de video leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!